Goedemorgen deze morgen. Het is weer maandag, dus weer een nieuwe week. Ik zit in de auto, maar ik weet niet waarom ik dat zo vaak zeg, want het is logisch. Ik ben nu onderweg naar de implantoloog. Eigenlijk voor een extra controle, want de laatste keer had hij het gevoel van ik zie dat hij nog een klein stukje open is, zeg maar. Hetgeen wat voor het laatst, ik heb dus laatst die operatie gehad, of laatst, ondertussen al erg een poosje weer terug. Sorry voor het getril trouwens, maar ik vind dat de mount waarop jullie nu staan net niet helemaal lekker zit, dus sorry voor iets het beeld. Ik heb dus een poosje terug die operatie gehad, dat ze de implantaten eruit hadden gehaald. En daarna hebben ze het natuurlijk dichtgemaakt met hechtingen. Maar er zat dus ook een soort materiaal nog onder, wat schijnbaar gewoon op moet lossen. Maar hij vond dat één stukje nog wat open bleef staan. Dus daar heb ik nu een extra controle voor. Alira is weer bij de gastouder. Ik wilde dat ook filmen, maar ik moest opeens een beetje opschieten. Want de gastouder die gaf aan dat ze wat eerder weg moest. Want ze moet haar kinderen naar school brengen. En Alira die gaat altijd mee dan. Want ik breng haar rond 8 uur dan. En de school gaat natuurlijk, hun les begint om 8:30. Dus Alira gaat altijd dan mee in de bakfiets. Maar nu moest ik dus even op tijd zijn. Dus ik ging zonder ontbijt, zonder iets, zonder make-up. Whatever, niet dat het me boeit. Ik ga zo natuurlijk, zoals jullie weten, zonder make-up de deur uit. Dat boeit me niks. Maar ging zo hop naar de gasthouder, leren wegbrengen. Dus die is nu weer daar. Ik ben heel erg benieuwd hoe het nu gaat. Ze is natuurlijk een weekje niet geweest, omdat we natuurlijk op vakantie waren. En die week daarvoor, toen had ze pas één lange dag gehad. Dus ik heb ook gewoon haar gegeven, is het weer zoals vorige keer dat ze het aan het eind van de dag zat is, dan hoor ik dat wel en dan haal ik er gewoon op. En verder gaan we weer aan het werk. Richard die is al aan het werk, maar ik moet nu natuurlijk, moest ik opeens even weg. Dus ik dacht, weet je, ik ga zo meteen beginnen met leren weer. Ik heb er wel weer zin in, moet ik zeggen. Ik wilde dus vorige week ook leren op vakantie. Maar de wifi was daar zo slecht dat ik gewoon nergens toe kwam. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus ik ben er een weekje uit geweest. Dus ik heb er wel weer zin in om weer te starten. Want ik wil gewoon hypotheekkrediet gehaald hebben. En ik heb hopelijk dus binnenkort een gesprek met een opdrachtgever. Ze konden tot de 14e geloof ik. Dus tot deze week ergens konden ze mensen aandragen. En dan hoor ik denk ik begin volgende week of ik op gesprek mag komen. En dan is dat gesprek ook al heel snel. Dus ik hoop dat dat goed uitpakt, zodat ik een opdrachtgever heb. Echt duim voor me alsjeblieft. Dus ja, dat is vandaag weer het plan. En verder eigenlijk niks. Het is een beetje saai weer, want ja, het is weer veel werken en leren natuurlijk. Het normale leven start weer, maar dat is ook wel weer fijn eigenlijk. Maar goed, nu eerst implantoloog even en ik zal even zo meteen vertellen of die nog steeds blij is. En ik hoop dat ik dus dan ook het vervolg al te horen krijg hoe we nu verder gaan. Want de implantaten moeten dus binnenkort, of de kronen moet ik zeggen, de tand zelf zeg maar, die moet er ook binnenkort op. Dus ik ga hopelijk te horen krijgen hoe lang het allemaal nog duurt. Ik hoop niet zo lang meer, maar ik weet, ja, volgens mij nog wel 2-3 maanden. Maar ik hoop dat we dat plannetje verder gaan bespreken. Dus ik ben zo weer bij jullie terug. Daar was ik weer. Zoals verwacht. Het was nog niet helemaal dicht. Er zit dus in die in dat gat hier waar je ziet. Super charmant, ik weet het. Daar hebben ze dus een gaasje eigenlijk wat er zit onder mijn tandvlees. En wat ze dus vastgehecht hebben. Nou, de hechtingen zijn dus al lang verwijderd. Maar dat gaasje, dat moest vanzelf oplossen. En dat doet het niet helemaal. Waardoor het gat niet helemaal dicht kan gaan. Dus hij heeft nu wat losse korreltjes verwijderd van het stukje gaas wat wel een beetje opgelost was, maar niet helemaal weg is. En ik spoelde elke keer met perio-eet. Dat is bacteriën dodend, denk ik. Super goor, maar ja, ik deed het nog steeds één keer per dag.
Hij heeft nu een spreetje gegeven wat ik dan alleen in dat gat kan doen. Dat ik niet mijn hele mond hoef te spoelen. Dan kan ik wat gerichter zeg maar bij dat gat. Want het gaat erom dat ik dat dus schoon moet houden. Omdat het nog ietsje open is, mag er dus niet bacteriën in komen of gaan ontsteken. Want dan gaat het natuurlijk nooit dicht. En dan over een maand moet ik dan weer terug. Ik heb ook dus gevraagd van, hey, weten we nu ongeveer hoe verder? Nu is het zo dat hij een half jaar na de vorige ingreep, dus dat de implantaten eruit gingen, kan hij weer verder. Dus dat betekent voor nu half februari pas, omdat ik in augustus die operatie heb gehad. En dan gaan ze dus half februari gaan ze het weer een klein stukje openmaken, komt een soort dopje op. En op dat dopje, daar moet dan de kroon nog op komen, dus de tand zelf. Maar ik weet niet per se hoe lang het dicht moet groeien, want dat wordt dan weer gehecht en zo. Dus 2 weken na die afspraak in februari moet ik dan weer terug voor de hechting, verwijdering, controle, dat soort dingen. Geen idee hoe lang dat dicht moet groeien, vast moet groeien, ik weet het niet. Ik hoop niet zo heel erg lang, maar in principe is het zo dat eindelijk volgend jaar, voorjaar, zomer, is mijn gebit eindelijk weer af. Over 2 weken gaat, als het goed is, de beugel eruit. Ik heb morgen daar een afspraak bij de ortho weer. En dan gaan ze volgens mij afdrukken maken voor het spalkje. Maar als het goed is, gaat over 2 weken de beugel eruit. Dus heb ik er iets, een gebit terug. En dan blijf ik dus nog wel heel even een poosje met die gaten zitten. Maar volgend jaar, zeg over een half jaar, iets meer dan een half jaar, is het toch echt wel klaar. Dan heb ik een heel gebit. Als het goed is. Sorry, er loopt iemand langs. En ik ben dan echt meteen zo'n afgeleid ADD'ertje. Goed. Volgens mij was dat het. Dan ga ik nu weer naar huis. En dan ga ik gauw aan het leren. Want het is ondertussen alweer laat zat. En ik wil goed gebruik maken van de dag. Nu al leren natuurlijk bij de opvang is. Het is aan het einde van de dag. En kijk wie ik heb. Een jammerige Alira. Ja. We hebben er heel even voor een Nijntje gezet. Vandaar dat ze op een hele gekke, gekke plek op de stoel zit. Maar ik haalde erop van de gasthouder. En daar was ze heel vrolijk. Ze was heel leuk vrolijk op de grond aan het spelen. Maar ze had ook nog een keertje extra geslapen nadat ze 's middags de kinderen van school had gehaald. Zoals ik vorige keer ook had aangegeven. Ja, ze redt het gewoon niet vanaf 2:30. En dat hielp, want ze was heel vrolijk aan het spelen en ze was leuk aan het kijken naar de kinderen van haarzelf die aan het spelen waren. En ze had heel goed gegeten. Ik ga zo heel even het verslagje lezen van wat ze altijd in het boekje opschrijft. Maar volgens mij is het een hele goede dag gehad, hè? Ja. Maar ja, nu is het natuurlijk eind van de dag en dan komt ze thuis en dat is natuurlijk oud en vertrouwd. En dan weet ze van, hey. Het is hier eind van de dag, heeft ze geen afleiding meer natuurlijk, want Richard is aan het koken. Ik was heel veel de spullen aan het opruimen. En dan kikt de vermoeidheid erin, hè. Dus ik ben dan niet per se, ik denk van, hey, ik vind het slecht om het dan heel even voor de tv te zetten. Het is maar voor heel eventjes, want dan gaan we er gewoon zo meteen omkleden en gaat ze lekker de fles krijgen naar bed. Ik heb echt super fijn geleerd vandaag. Ik had gelukkig echt hele goede focus en concentratie, dus ik heb best wel veel kunnen doen. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. En ik merk ook dat ik gewoon meteen enthousiast word en om die examens ook weer te maken. Omdat ik zo benieuwd ben hoe die in elkaar steken. Maar goed, ik hoop misschien wel deze week daaraan te kunnen beginnen. En dan kan het examen ook binnenkort. Dus ja, dan zijn we er bijna. Maar goed. Dat wilde ik even updaten, want verder heb ik natuurlijk niks gevlogd vandaag omdat we alleen maar bezig waren. Alira die kijkt even lekker rustig tv en die gaat zo meteen lekker naar bed. Gaan wij lekker eten. We eten een vers pakketje courgette soep. Super lekker altijd. Dus ja, dat was het dan voor vandaag. Zeg je ook doei? Hé? Hey? Wie is dat? Wie is dat? Is dat Alira? Hallo. Oeh, zit mama uit in de oog. Oh, nou, ze heeft alleen maar aandacht voor de tv. Dus dag, tot morgen. Goedemorgen deze morgen. Het is vandaag dinsdag.
Ik heb Alira bij oma afgezet vanmorgen. Ze zijn weer terug van vakantie. En de week voordat ze op vakantie gingen, toen was Alira daar ook niet geweest. Dus je zag al aan haar dat ze heel even weer moest wennen, zeg maar. Maar eenmaal ontdooid was het weer lachen, gieren, brullen natuurlijk. Dus dat was wel heel erg fijn weer. Vervolgens ben ik meteen doorgegaan naar de ortho. Hij heeft nu zo heel veel gedaan. Een klein knikje weer veranderd. En ik moest even happen in zo'n... ik weet niet wat voor spul dat eigenlijk is. Want ze gaan natuurlijk mijn spalkje nu in elkaar zetten. En ze doen tegenwoordig een echo. Was het een echo? Volgens mij een echo maken van je gebit dan dus. En dat wordt dan een 3D-model. En aan de hand daarvan kunnen ze... dus weer dingen maken. Nou, ik vind het echt bijzonder dat het tegenwoordig anders zo gaat. En ik had nog één slotje zitten aan de binnenkant, aan de onderkant. Want hè, daar heb ik een keertje een elastiekje moeten dragen. Maar nu al een hele poos niet meer. En ik heb er niet per se last van. Maar ik vroeg gewoon aan haar, ja, kan die er niet alvast af? Want dan ben ik ook niet met mijn tong ermee aan het spelen, zeg maar. Dus die is er alvast af. En vervolgens moeten natuurlijk die stortjes zitten vast met lijm. En dan moet ze er dus weer afhalen. Dus een soort boordje-achtig wat ze dan gebruiken daarvoor. Maar ik weet nog wel toen mijn beugel erin ging en dus het spalkje wat ik toen had eraf ging. Toen moest ze dus ook daar die lijmresten weghalen en toen gebruikte ze dat dus ook. En ze had vandaag ook een beetje tandplak en dergelijke aan de binnenkant vast weggehaald. Waar ze ook dat boordje voor gebruikte. En ik vind dat zo'n spannend ding. Want moet je je voorstellen, het is een soort boordje. Het trilt en het maakt heel erg geluid. En het is dan aan de binnenkant van je mond, zeg maar. En die trillingen en die geluiden, die gaan bij mij tenminste, ik weet niet of dat normaal is. Maar die gaan gewoon zo door tot in je hoofd. Dat het gewoon bijna voelt alsof het echt in je hoofd gebeurt, zeg maar. En ik moet dan proberen echt mijn mind, zeg maar, gewoon op iets leuks te zetten. Zodat ik wat afgeleid raak van dat geboor in mijn hoofd voor mijn gevoel. Dus ik kijk daar wel een beetje tegenop. Want over 2 weken gaat mijn beugel eruit. Yay! Eindelijk, na 2 jaar gaat hij er eindelijk uit. Ik kan niet wachten, ik ben er helemaal klaar voor. Maar goed, dan ga ik dat dus ook hebben. Dat ze de tandplak of de lijmresten, zeg maar, moeten weghalen. Dus ja, maar goed, ik heb er wat leuks voor over natuurlijk. Of ik heb het er voor over, omdat het wat leuks opbrengt. Dus nog even 2 weken. De elastiekjes die ik nu had, moest ik gewoon houden zo. En hij heeft nog een kleine verandering gedaan. En dan ben ik gewoon klaar hiermee. Ik ben helemaal, ik kan niet wachten. Maar goed, 2 weken is zo voorbij. Dus dat is helemaal leuk. Ik heb mijn laptop ook wel opgestart. Want ik ga weer leren vandaag. Ik hoop dat ik eigenlijk door bijna alle hoofdstukken heen ga vandaag. En dat ik aan de oefenexamens kan beginnen. Want daar lijkt het wel op namelijk. Dus dan, ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Dus wel, ik merk wel dat ik het wel weer leuk vind om weer aan de slag te gaan. Vakantie is super leuk en fijn natuurlijk. Maar ik had ook wel weer zin om aan de slag te gaan. Ik hoop dat ik eind van deze week of misschien begin volgende week te horen krijg of ik op gesprek mag bij de opdrachtgever, bij de ING. Fingers crossed daarvoor. Richard is heel even naar het ziekenhuis nu. Want hij moest zich daar nog laten inschrijven. Hij heeft binnenkort een operatie, helaas. Misschien dat ik wil inwijden nog daarover, maar dat wil ik even aan hem laten. Want het is iets privé, dus ik denk het niet. Maar hij heeft in ieder geval een operatie binnenkort. En dus hij moest heel veel inschrijven in het ziekenhuis. Want het is een ziekenhuis waar hij eigenlijk nog nooit is geweest. Dus ik ben nu heel even alleen thuis, dus dat is ook wel even prettig. Kan ik even zonder gestoord te worden even lekker leren. En dan is dat eigenlijk wel weer het enige van vandaag. Ja, het is alweer super saai, zoals ik al zei. Sorry als ik aan het leren ben en Alira is er niet. Wat ergens fijn is, want dan kunnen wij gewoon veel werk verrichten natuurlijk. Ik mis er dan wel. Maar zoals ik al zei, ik zie het echt als investering in mezelf dit. En we maken het meer dan goed door 's ochtends in bed nog even lekker te knuffelen met elkaar. En als ze gewoon vanmiddag thuis komt, gaan we ook weer gewoon lekker gezellig knuffelen. Dus die tijd komt echt wel goed hoor.
Ze komt niks tekort en wij komen ook niks tekort met haar. En we genieten alsnog heel erg wanneer ze hier wel is. Maar het is wel fijn dat we gewoon even veel werk kunnen doen, zeg maar. En dus heel hard duimen dat ik op gesprek mag binnenkort. Goed, genoeg gepiept. Ik ga het leren. Hi, was ik weer. Goed nieuws. Ik vind het wel bizar, want ik had het er dus net over. En zat dus net over na te denken over, hey, ik hoop dat ik een opdrachtgever heb en dat ik op gesprek mag binnenkort. Nou, ik word net gebeld door mijn baas dat ik vrijdag op gesprek mag. Super fijn. Ze hadden aangegeven bij de ING van, hey, het duurt allemaal best wel lang en we hebben gemotiveerde kandidaten die dus graag op gesprek willen. Dus ze hebben het allemaal wat bespoedigd en nu mag ik dus vrijdag op gesprek. Duimen voor me. Ik ga donderdag dan nog even een keertje praten, bellen via videobellen met mijn baas. Hey, nog even wat tips en tricks en dergelijke doornemen. En dan hoop ik dus, fingers crossed, dat het vrijdag goed gaat, dat het goed voelt en dat ze met mij in de gang willen. Want dan heb ik dus gewoon binnenkort een opdrachtgever. Dan kan ik eindelijk ook gaan verdienen, want nu ben ik dus aan het leren enkel en krijg ik geen salaris. Ik leer op kosten van de baas, dat dan wel. Maar ik krijg nu geen salaris en als ik dus die opdrachtgever heb en voor hem aan de slag ga, dan begin ik ook eindelijk salaris te krijgen. En dat kunnen we natuurlijk altijd goed gebruiken. Maar goed, ik wilde nog heel even weer terug inchecken. Omdat ik dus net de telefoon ophang met mijn baas. Om dus even te laten weten dat ik een gesprek heb vrijdag. Dus allemaal voor mijn duimen. Maar jullie zien in deze vlog vanzelf zo meteen hoe het gegaan is. Ik kan in ieder geval niet wachten. Maar het is nu dinsdag, dus ik moet nog een paar dagen wachten. Maar goed, het is zo vrijdag, want de tijd gaat sowieso veel te snel. Goed, dat wilde ik nog even gezegd hebben. Ga ik nu weer verder met me leren. Oké, dit is wel bijzonder. Net ging de deurbel. En ik heb inderdaad pakketjes besteld, dat klopt. Maar ik had eigenlijk al binnen, ik had fietstassen besteld. En die had ik al binnen. En ik had nog van die nieuwe fluff sokken. Ik heb hier ook van die lekkere fluff sokken. Die had ik ook wat nieuwe besteld, maar die passen volgens mij in de brievenbus. Dus ik dacht, hè, ik heb niet nog iets besteld. Dus wat is dit nou? Dus ik kijk, hele grote doos. Echt gewoon een hele grote doos, maar heel licht. Ik denk, hè, wat is dat dan? Kijk ik erin. Een gieter. Ik heb helemaal geen gieter besteld. Maar de pakbon zit ook in de doos. En dus ik op de pakbon kijken. Staat inderdaad gewoon een heel ander persoon en een heel ander adres. Dus ik heb even contact opgenomen met de klantservice van, yo, hallo, leuk hoor, zo'n gieter, maar daar heb ik helemaal niks aan. Dus ik moet het even retouren naar Bol. Maar dat is wel bijzonder dat je, kijk, als ik nou ook nog eens iets leuks kreeg of zo, of weet ik veel, dan had ik ergens, nee, dat zou ik niet doen, maar ik wou zeggen, had ik kunnen doen van, oh, nou hè, gratis iets. Nee, natuurlijk doe ik dat niet. Maar, wacht even geluid. Ik krijg ook eens gewoon een gieter, een groene gieter. Maar goed, dit heb ik nog nooit meegemaakt, want ze hebben dus gewoon een verkeerde print, adreslabel geprint. Want in de doos zit dus wel het goede adres. Dus ik heb even een brief van haar geschreven die ik overheen kan plakken. Ik moest toch nog heel even naar de winkel, het brood is bijna op. Dus, maar ik dacht, vind ik heel grappig om nog even mede te delen dat ik dus een gieter heb gekregen waar ik dus helemaal niks aan heb, wat ik helemaal niet heb besteld. Ja, nou goed, ik maak die doos even verder dicht en dan ga ik maar even naar de winkel om even te retouren. Komt wel goed uit, ik moest er dus toch heen. Zo, ondertussen is het aan het einde van de dag, zelfs eigenlijk heel erg laat, het is 7 uur. Maar ik was een oefenexamen aan het maken voor mijn hypothecairkrediet. En normaal gesproken werken we tot 5 uur en dan gaan we haar ophalen. Maar om 5 uur had ik net nog 4 vragen te gaan. Dus ik moest dat gewoon heel even afmaken. En waardoor we best wel wat later haar op gingen halen. Nou moeten we 20 minuten rijden denk ik naar deze oma. En er stond ook nog eens best wel file bij de verkeerslichten en dergelijke. Dus we waren gewoon best wel heel erg laat.
En vervolgens moest ze ook nog onder de douche. Dus ze krijgt nu pas de fles. Normaal gesproken ligt ze al lang op bed. Maar ze heeft een oké dag gehad bij oma. Ze was daar een poosje niet geweest. Je hebt een haar op de wimper. Ja. Ze was daar een poosje niet geweest. En dat zag ik vanmorgen toen ik er wegbrengde ook. Toen moest ze wel heel even wennen aan oma. Maar dat was al heel snel weer goed. Maar ook dus qua slapen. Oh, komt de kat voorbij gerend. Qua slapen ging het ook weer niet zo heel erg goed. Maar ja, op zich heeft ze wel geslapen. Dus niet verkeerd. Eten gaat natuurlijk altijd fantastisch. Dus en verder gewoon lekker gespeeld. Maar ja, omdat wij ook zo laat waren, was het echt heel erg zat. En ook in de auto. Dus een beetje, nou ja, jammerig. Maar ook weer lacherig, zeg maar. Maar dat lachen was echt wel een beetje een copingmechanisme, denk ik. Voor dat ze het eigenlijk helemaal niet zo prettig vond allemaal. Maar ze krijgt nu lekker, ze is gedoucht. Lekker de fles. En dan kunnen wij eindelijk gaan koken, want dat hebben we nog niet gedaan. En dus ook pas zelf eten. Het is een late dag vandaag. Oh, en dat oefenexamen heb ik trouwens niet gehaald. Maar dat is te verwachten. Dit was natuurlijk het allereerste examen die ik deed van het hypothecairkrediet. Dus morgenochtend ga ik dit examen doorkijken. En daar leer ik dan altijd heel erg veel van. En dan ga ik dat examen nog een keer maken. En dan haal ik hem vaak dus wel heel erg goed. Maar het ziet er nu naar uit dat ik misschien voor volgende week wel het examen kan inplannen. Dus dat is wel heel erg prettig. Goed, ik ga even verder haar de fles geven. En dan gaat ze lekker naar bed. Gaan we lekker eten. Dus deze dag is het alweer klaar, hè? En morgen hebben we iets heel leuks. Waar ik wel heel erg naar uitkijk. Goedemorgen deze morgen. Het is woensdag vandaag. Wij zijn nu onderweg naar de expo hier in Houten. Want ik kreeg te horen dat een bepaald kledingmerk, Tumble & Dry, niet dat wij van de kledingmerken voor de baby's zijn. Echt totaal niet eigenlijk. Maar de Tumble & Dry heeft een sample sale schijnbaar. Kreeg ik doorgestuurd van mijn CP-groep. En wij hebben een badpakje van Tumble & Dry. Die vonden we wel heel erg leuk. En schijnbaar zijn daar nu dus kortingen tot wel 90%. Vandaag is de toegang gratis, want het is al de derde dag. Dus een heleboel zal gewoon al weg zijn. Maar we dachten, nou ja, de expo is toch heel dichtbij. Dus daar gaan we gewoon heel even naartoe. Om te kijken of er misschien nog iets leuks is wat we kunnen halen voor Alira. Alira heb ik bij oma, bij mijn moeder gebracht vanmorgen. En daarna ben ik weer heel eventjes aan de slag gegaan met de uitslag van het oefenexamen wat ik gisteren heb gemaakt. Dus, en dan ben ik ook, oh jawel, daar was ik wel mee klaar. En ik was al het oefenexamen even nog een keer aan het maken om te kijken hoe ik hem dan nu maak. Want daar leer ik dan heel erg van. Maar nu dus heel even een pauze tussendoor. En dan ga ik vanmiddag Alira vroeg ophalen bij mijn moeder. Want vanmiddag hebben we nog iets leuks. Maar daar ga ik nog zo meteen wel even over vertellen wat dat dan echt is. Wij zijn weer terug van de sample sale van Tumble & Dry. Zoals je zag was het een hele grote ruimte en moesten we heel erg zoeken waar we wat wel en niet konden halen. Want het lag een beetje allemaal helemaal door elkaar heen. We hebben vooral maat 86 gehaald. Alira die gaat nu bijna over naar maat 80. Maar ik heb laatst poosje terug dus een hele box weer overgenomen of hele zakken overgenomen van iemand. En dat was toen maat 74 en 80. Dus in maat 80 hebben we al best wel heel erg veel. Ik was heel erg geneigd om wel maat 80 dingen te halen, want die zagen we heel veel. En ik zag heel erg veel leuke dingen. Maar Richard die vond het niet oké. Dus ik heb naar hem geluisterd en dat we toch maat 86 doen. Maar daarin vind ik het moeilijk. Kijk, het is nu oktober richting november. Het gaat nu dus naar maat 80. Gaat ze de hele winter lang, dus tot met, weet ik veel, februari maat 80 zitten? Ja of nee?
En moet dus maat 86 meer lenteachtige dingen al worden? Of zijn het ook nog dingen wel meer winters? Ik vond het lastig, maar we gingen ervan uit dat ze niet een half jaar lang in maat 80 zat. En dus rond februari, maart wel naar 86 zal gaan of al erin zal zitten. En dan is het ook nog niet heel warm natuurlijk. Dus dan hebben we nog wel lange broeken, lange mouwen nodig. Dus daar hebben we vooral naar gekeken. Eén dingetje, deze broek zagen we in maat 80. En die vonden we gewoon zo leuk. En hij is ook best wel wat dikker van stof. Dus dit is eigenlijk de enige maat 80 die we hebben meegenomen. Dus die kan ze nu zo meteen aan. En verder dus vooral maat 86. Dit is een shirtje met lange mouwen. Er staat op Shine Bright. Gewoon simpel wit. En dus in maat 86. En dit is niet zo dik. Dus stel dat het warm genoeg is, kan ze dit aan met lange mouwen. Maar als het wat kouder zou zijn, kan ze daar ook nog wel een vestje of iets over aan. Een broekje, die pijpen. Die zijn echt zo lang. En Alira is vooral vrij breed. Maar nog niet lang. Dus in de breedte kan ze dit vaak al heel snel aan. Maar in de lengte, ook bij de mouwen is dat zo, zijn ze vaak nog te lang en moeten we het omslaan. Maar goed, ik heb wel het gevoel dat ze nu heel erg in de lengte aan het groeien is. Dus dan komt het vanzelf een keer goed. En als het in de breedte nodig heeft, dan is dat gewoon zo. Maar hier dus een broekje met citroentjes erop. Vonden we heel schattig. Hier een rood broekje. We houden sowieso, hij lijkt oranje een beetje op de camera, maar hij is toch een beetje rood. Ook dus maat 86, maar van die ruffles zeg maar bij de zakken. Vond ik ook heel leuk. Rood staat er leren ook echt heel goed, vind ik zelf. Even kijken, wat is dit? Dit is een jurkje. Jurkje met lange mouwen. Ook heel erg leuk. Ja, jurk vind ik altijd leuk. We moeten dan wel ook nog leggings hebben, maar ook in 86. Super leuk. Kijk, normaal gesproken kost dit 30 euro. Nou, nu betalen we volgens mij voor een jurkje daar iets van 6 euro, 7, zoiets. Even kijken, hier is dit, zien ze als romper. Kijk hoe lang. I mean, het past niet eens helemaal in beeld. Maar dit is dus maat 86, klopt dat? Ja, maat 86. En dus weer heel lange benen, lang bovenlijf. En dan zou je denken dat het qua armstuk hier weer heel kort is. Maar... En dit is dan wel dus zonder mouwen. Maar hier kan je altijd nog iets overheen doen natuurlijk. Super leuk. Even kijken. Hier zo. Een soort blouse-achtig jurkje. Ook super leuk. Kijk dan, dit is normaal 40 euro. Wat een geld, hè? Man, man, man. Echt super tof. Even kijken. Sokken. We kwamen sokken tegen en ze heeft wat grotere sokken nodig. Nou lijkt deze niet eens heel erg groot. Maar ja, dit kost toch helemaal niks. Dus we hebben nog wat sokken meegenomen. En we hebben nog twee badpakjes meegenomen. Want wat ik zei al is dat we een badpak hadden van Tumble & Dry. Dat was maat 74-80. Die heeft ze nu nog aan, maar dat past nog net. Het zit er ruim aansluitend, zeg maar. En we kwamen een bak tegen daar met allemaal bikinis en badpakken. Nou vind ik persoonlijk bikini super leuk. Alleen bij een baby hebben ze natuurlijk vaak nog zo'n bol buikje. Dat ik het dan weer niet zo heel fijn eruit vind zien. Want dan heb je dus een bikini topje en een broekje en een heel bol buikje eronder. Dus het moet nog een beetje in verhouding, zeg maar. Dus vandaar dat we wel badpakjes hebben gehaald. Want dat vinden we gewoon net wat mooier staan. En dit is nu dus een maat, want dat gaat per twee maat, die badpakjes. 86,92. Nou ja, we hebben nu natuurlijk elke week zwemles. Dit is gewoon simpel zwart gestreepte. We hebben natuurlijk elke week zwemles, dus ze gaat veel badpakken dragen. Zwart gestreepte en hier een blauw gestreepte. Ze gaan lekker in de streepjes, maar ik vond het wel heel erg schattig. Oh wacht, ik had de achterkant te pakken. Kijk, een klein logoetje erop, maar super leuk. Dus dan heeft ze ook weer een grotere maat badpak. En nog een jas. En daarbij wisten we niet zo goed hoe dik de jas moet zijn. Want ook daarbij weer. Welke maat past ze wanneer aan? De jas die ze nu heeft, dat is een meer winterjas, is ook al maat 86. Ja, de mouwen zijn te lang. Dus die mouwen die slaan we om. Maar verder qua lijf past ze het op zich aardig. Hij is misschien de jas die ze nu heeft hier, zeg maar, ook ietsje te lang.
Maar ze passen op zich best wel aardig. En daar bedachten we ook van, ja, als ze deze maat gaat aanpassen, hoe is het weer dan? Is het dan inderdaad nog koud en winter? Of is het dan meer richting voorjaar aan het gaan? Geen idee. Maar wat hebben we uiteindelijk gehaald? Want we vonden deze wel heel erg leuk. Dit is een maat 92. Want ja, ik dacht, ik ga niet weer 86 hiervan halen, want die jas hebben we. En ik zie dat hier wel een klein touwtje aan zit. Dus we moeten er even afknippen. Maar op zich, ik denk dat je dit wel schaalt als een winterjas. Want hij is wel vrij dik en hier zit wel lekker vlies aan de binnenkant. Maar we gokten erop dat 92, aangezien ze nu dus een 86 jas aan heeft, dat ze dit nog wel begin of in het volgende jaar aan kan. En dan is het nog wel koud zat. Maar ik zie ook al hier op het kaartje dat dit normaal gesproken een jas is van 50 euro. Echt. En wil je weten hoeveel ik heb betaald totaal? We hebben nu dus hoeveel? 1, 2, 3, ja, sokken tel ik ook mee hoor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dingen. En we hebben betaald €42,40. En dan hoor je, en dan als je dus kijkt bij de jas, wat ik dus al zei. Ik zei net al, één ding was €40. Dit is normaal €50. En wij hebben betaald €42,40. Nou, ik bedoel, dat is toch wel een mooie koopje, zou ik zeggen. Dus dat. Maar ja, dit kan ze nu voorlopig nog niet aan natuurlijk. Maar we gaan het wel altijd even wassen. Dus ik ga even kaartjes eraf halen. En dan gaan we het even wassen. En dan gaat het gewoon in de la. We hebben onderste la waar altijd de grootste kleding in zit. Dan gaan we het daar gewoon bewaren totdat ze het aan kan. Behalve waarschijnlijk dus die badpakken, want die kan ze wel eerder aan. Aangezien de twee badpakken die ze nu heeft bijna te klein aan het worden zijn. Ze wordt zo groot. Echt, vanmorgen ook. En dan breng ik er bij oma en dan lijkt ze zo groot. Helemaal leuk. Nou ja, het was wel geslaagd dus. Zo, het is ondertussen in de middag. Het is, hoe laat is het? 3:05. Ik heb Alira net opgehaald bij mijn moeder. Die zit achterin. Gezellig. En dat was heel schattig. Want mijn moeder die heeft zo'n hele grote knuffel. Zo'n bobtail. Mijn moeder heeft twee honden, twee bobtails. En ze heeft ook een hele grote knuffel daarvan. En ze stuurde een filmpje ook al eerder. Dat Alira daarmee aan het knuffelen was. En nu zag je die ook inderdaad liggen op de grond. Wel, en ik had ze daar weer heel veel neergelegd op de grond. En ging nog heel veel knuffelen met haar. Of ik bedoel, nou, ik ben ook afgeleid. Dat moet je eigenlijk niet doen. Ging ze ook weer met die knuffel knuffelen. En ze had net de fles op. Dus ze was gewoon heel erg schattig. Maar ik zei gisteren ook al, vandaag ga ik iets heel erg leuks doen. Dat was niet wat jullie hier eerder zagen, die verkoop van Tumble & Dry. Want dat was toevallig dat daarna was afgesproken. Nee, ik heb nu een meeting. Of... ja, lieve, die hoor je, schat. Wij hebben met onze CP-groep van de Central Pregnancy, wat ik dus had toen ik zwanger was en waarbij ik dus eerder moest stoppen omdat ik al opeens ging bevallen. Daar hebben we nu weer een afspraak mee met z'n allen bij de Biep in Houten, of het heet een koffie, café, koffie, theehuis, nou ja, iets, een of andere koffiehuis of zo, wat in de Biep zit in Houten. En allemaal, behalve één, met alle baby's gaan we daar, hebben we daar afgesproken. En als het goed is, zijn dus ook de verloskundigen. Ja, Lira, wat is dit, schatje? Hé, hey, ben je aan het kletsen? Sorry voor haar op de achtergrond, hoort er helemaal bij. Nee, als het goed is, zijn ook de verloskundigen die tijdens onze CP dus ook er waren. Die zijn er als het goed is ook. Dus het is gewoon heel erg leuk om alle baby's en alle moeders weer bij elkaar te zien. We hebben gewoon kleden meegenomen, we nemen speelgoed mee en hebben alle kinderen op een hoop en super leuk. Dus dat duurt een uurtje. Ik neem mijn camera mee, maar ik denk niet dat ik ga filmen, want ik wil niet zomaar andere baby's filmen en online gooien. Of er moet een manier zijn waarop ik Alira alleen kan filmen. Dan misschien. Maar ik verwacht dat ik geen beelden ervan ga hebben. En dat ik jullie dus zometeen wel heel even ga vertellen hoe het was. Maar ik heb in ieder geval wel heel erg zin in om al die meiden weer te zien. En natuurlijk al die baby's bij elkaar. Dat is gewoon super schattig.
Zo, ik ben weer thuis van de CP-afspraak die we hadden. Dat was zo mega leuk. Echt, het is zo onwijs leuk om te zien hoe Alira is met andere kinderen en andere mensen. Ze is zo verschrikkelijk sociaal. Echt fantastisch leuk om te zien. Ze was ook eigenlijk echt wel de meest aanwezige baby eigenlijk. Want ze zat met iedereen contact te maken en te spelen met de andere kindjes. Want ik had het kleed meegenomen. Dus ik had het op het kleed neergelegd. En je hoort er een beetje op de achtergrond hoor. Ik heb haar op bed gelegd, dus ze is er nog niet helemaal mee eens. Maar ik ga zo naar de tour, dus maak je geen zorgen. Ze zat ook heel erg te lachen met, er was een stagiaire bij. Dus de twee verloskundigen wat ik zei, die waren erbij. En ze hadden ook een stagiaire, die was ook mee. En die had een bril op en een best wel leuk shiny shirt aan. Nou, dat vond ze fantastisch. En bij een van die dames was ook haar oudere dochter. Die is, denk ik, een jaar of twee, denk ik. Die was ook mee. En op een gegeven moment ging die een beetje springen en zo. Nou, Alira die vond het hilarisch. Ze zat zo keihard te lachen. Dat gewoon eigenlijk de hele groep alleen maar naar Alira en dat meisje zaten te kijken. Omdat die zo'n lol hadden samen. Dus dat ik ook echt denk, jeetje, wat voor kind heb ik. Die gaat los hier. Maar ik vind het alleen maar prachtig natuurlijk om te zien. Ja, en dat ze zo groot is. En eigenlijk zat ze... Nou ja, een uur, anderhalf uur lang alleen maar lekker te spelen en te liggen. Dus dat was super tof om te zien. Wie weet is dit nu dus ook wel even prikkeling die eruit komt in bed. Zou kunnen, maar we zijn dus nog steeds ook bezig met slapen zonder speen. Dus ook dat is even schakelen voor de natuurlijk. Maar dit was echt fantastisch leuk. Super leuk om al die meiden te zien en natuurlijk ook de baby's. Ik vind het heel erg leuk om te blijven afspreken. Zij gelukkig ook. Dus dat gaan we zeker blijven doen. Om in de gaten te houden hoe het met iedereen gaat. En ja, ik ben super trots op Alira. Echt heel erg. Hoe goed ze het doet. En hoe groot ze is. En hoe goed ze ontwikkelt. En ja, heel erg trots op. Goed, ik ga nu even naar haar toe. En dan ga ik er even komen. Ja. En dan soms moeten de kindjes eventjes geprikkeld worden, zodat ze weer gaan ademen. En soms dan blijven ze toch een beetje hangen. Hier zie je dus die blauwe streep, dat is de saturatie. En die blijft nu wel een beetje hangen. Ja. En wil ik hem heel even de tijd geven om zelf eraan te komen. Maar als dat dan te lang duurt, dan geven we een fusjesuurstof extra. Ja. Lijkt hij er zelf uit te komen? Ja. Hij blijft een beetje hangen. Dus ja. Geef hem. Ja, goed, anders stopt het zoetje weer. En dan zie je ook heel goed dat hij nu weer gewoon goed aan het ademen is. Dus je moet constant alert zijn. Ja, maar gelukkig hebben we ook een monitor. Ja. En die gaat piepen. Ja, precies. Als er iets is. Want anders is het wel heel moeilijk om het in de gaten te houden. Ja. Wij zijn het programma 5 Days Inside aan het kijken op tv. En daar is deze week de aflevering van de NICU, dus neonatologie van het WKZ. Waar Alira ook heeft gelegen voor de eerste, nou ja, sowieso ruim 2 maanden van haar leven. Mm-hmm. En jullie zagen net een klein stukje. En van tevoren zei ik ben heel benieuwd hoe ik me ga voelen. Maar ik begon meteen aan te janken. Het is heel herkenbaar wat je allemaal ziet, wat je allemaal hoort. We herkennen de verpleegsters, we herkennen de ouders, wat de ouders zeggen, hoe zij zich voelen. Wat ze zeggen over de monitor en ja, wat alleen ze zeggen over, want nu aan het einde, wat ze zeggen van ja, we maken maar foto's, want elke foto kan de laatste zijn. Want, ja, ja, het is nu de eerste reclame en nu op dit moment film ik dat, dus we hebben nog niet afgekeken. Maar alleen al te horen ook van die piepjes van die monitor. Ja. Want als ik bijvoorbeeld een film kijk waarin ik een monitor zie, is er niks aan de hand. Maar nu hoorde je de daadwerkelijke monitor, zeg maar, die Alira dus ook heeft gehad. Je ziet
Een ouder kindje hoorden we net die met 25 weken is geboren en al 13 weken dus daar lag. En dus ook nog aan de CPAP zo te zien, of aan de PPV, een van de twee, maar zat. En dus met die blauwe mutsjes, weet je wel. En ja. Zo lag Lira er natuurlijk ook bij. Dus ik denk dat ik misschien niet hoef te huilen. Maar goed, ik voelde het al opkomen eigenlijk het moment dat het programma startte. Dus dat was natuurlijk een loze gedachte van tevoren. Maar heftig. Maar goed, ja. Ik vind het wel mooi om te zien. Maar ik vind het wel ook weer heftig, toch? Want ja, je denkt toch wel terug aan de tijd van hoe het bij ons was toen. En als ik dan nu dat wondertje zie liggen in haar bed. Zo groot. En hoe ze vanmiddag dus was bij de CP. Hoe verschrikkelijk goed ze het doet. Ja. Maar om dan eigenlijk nu letterlijk op tv terug te zien waar we vandaan komen. Hoe klein ze was. Want Lira, je ziet Lira gewoon opgroeien. Je ziet haar groter worden. En je vergeet gewoon hoe klein ze was. Want ja, Lira is helemaal niet zo klein. Ze is heel groot. En je weet het wel. En je weet dat ze zo klein is geweest. Maar je kunt het je eigenlijk... Ik kan het eigenlijk alweer amper inbeelden. Hoe dat ze zo klein was. Zoals de babytjes die we daar in de couveuse zien liggen. Ja. En ik kan me niet meer voorstellen. Nee. Ook als ik inderdaad... We hebben dus zo'n boek... van haar tijd in het ziekenhuis. En heel soms zie ik wel zo'n foto terug. Maar ik kan het je gewoon bijna niet meer inbeelden. Nee. Nee, ja, het is heftig. Maar goed, we gaan wel verder kijken. Ik vind het wel gewoon heel mooi. En ik vind het echt heel bijzonder dat er aandacht aan wordt besteed. Ook dit. Dat waardeer ik heel erg. Want inderdaad, het is voor zoveel mensen zo vanzelfsprekend. Nou, je bent zwanger, je bent 40 weken zwanger, of 37 tot 40 weken zwanger. En je bevalt van een mooi kindje. Maar en dan de dag daarna, ga je naar huis en ga je thuis genieten van je kind. Heb je normale kraamweek. Heb je kraamtijd en zo, inderdaad. En, maar voor zo verschrikkelijk veel, te veel... stellen is het zo anders. En dan is het niet eens op de NICU, is niet eens alleen te vroeg geboren. Is ook natuurlijk wel gewoon a-term geboren kindjes. Maar waar iets mis mee is. Dat klinkt heel lullig. Maar dus eigenlijk alle kindjes die in levensgevaar zijn. Ja, die hulp nodig hebben inderdaad. Dus het is niet alleen te klein geboren kindjes. Te vroeg geboren kindjes. Maar dat kom je toch ook wel heel veel tegen natuurlijk op zo'n NICU. Dus het is allemaal niet zo vanzelfsprekend natuurlijk een kind krijgen. Ook het überhaupt zwanger raken aan zich. Maar ja, maar goed. Dat wilde ik toch nog even delen. Maar inderdaad, we gaan wel verder kijken. Goedemorgen. Avond. Het is al avond. Ah, ding het. Ik zeg altijd automatisch goedemorgen natuurlijk. Goedemorgen, Linda. Goedenavond is het. Het is namelijk 6:30. Het is vandaag donderdag. Wij zitten in de auto en we zijn op weg naar Amersfoort. Want ik ga een tatoeage laten zetten. Ik weet niet of ik dat verteld had een poosje terug. Toen was ik met mijn moeder naar deze shop. Want zij wilde dus ook een tatoeage laten zetten. En ik ook. Dus we waren daar toen samen heen gegaan om het te bespreken en dergelijke. Ik was vandaag aan de beurt om het te laten zetten. Ik ga zo meteen, zij heeft dus wat getekend. En ik ga dat zo meteen zien. En gaan we nog een doorspreken of ik het mooi vind. Of dat er een verandering plaats moet vinden. Dat soort dingen. Maar in principe is het ook het idee om hem dus gewoon al te zetten vandaag. Richard die is gelukkig mee. De buurvrouw die past op Alira nu. Die hebben we achtergelaten met fles in de hand, in de mond van Alira. Dus Alira die krijgt nu gewoon lekker de fles. En dan brengt Femke er naar bed. Dus we hebben gewoon even wat uitleg gegeven net. Maar ik verwacht geen problemen. Alira die slaapt best wel heel goed de laatste tijd. Dus ik ben heel erg blij en dankbaar dat Femke op kon passen. Want anders had ik alleen gemoeten. En daar had ik eigenlijk niet zo'n zin in.
Maar goed, ik ga de camera aan Richard geven zo meteen. Als we daar zijn en als inderdaad het allemaal doorgaat en het wordt gezet. Dus ik hoop... Liefje, heb jij mijn camera mee? Ik heb niet jouw camera mee. Dus heb dat wordt... Ik heb die klaargezet, maar niet... Ja, dat wordt dan alleen filmen. Ja, dus ik ben benieuwd wat voor beeldjes we gaan creëren. Maar jullie zien het vanzelf. Ja, ja, ik film. Dus... Zo. En dan heb je een tatoeage op je arm staan. Nou ja, nog niet de tatoeage, maar het stencil. Ik had het wel zo mee. Ik ga even kijken. Ja? Ja. Ik had hem net even verplaatst. Maar hij is nu inderdaad iets meer wel toch richting buiten gezet. Ja. Wat vind je ervan? Is hij meer naar binnen? Ik denk het wel. Oké. Toch of niet, Ries? Ik denk ook inderdaad iets meer naar binnen, want het iets meer van voren ziet in plaats van... Nu zie je net iets. Voordat je, nee, voordat hij helemaal afgelijmd ziet. Zo, gaan we het opnieuw proberen. Zo, hoe ziet dat eruit? Oeh, als je zo van voren kijkt, dan staat hij heel mooi. Ja? Ja. Ja, nou, ga maar eens kijken. Oh ja, veel beter. Ja, dat vind je veel beter? Ja, veel beter. Ja, dan zie je hem inderdaad gewoon van voor. Ik had niet aan deze positie gedacht. Kijk, en dat vind ik het leuke nu dus, dat ik dacht van nee, ik ga gewoon overleggen en vragen. Ik zeg, weet ik niet. Het staat er echt heel leuk. Ja, dit vind ik toch ook wel tof. En ook precies op een spierbal, want dan niet bij de betekenis past, zeg maar, voor wat zij heeft. En misschien ook het stom ooit, hoop ik, nog dat ik iets strakker kan worden. Niet dat ik helemaal niet strak ben, maar dat ik denk van, hé, ooit hoop ik een keer dat ik wat getraind kan worden. En dan, daarom dacht ik ook van, als ik een hele spierbal krijg. Doe je zo? En doe je zo. En ja, maar dan verhoor ik zo meteen die hele leeuw heel raar of zo. We gaan beginnen. Net nog helemaal het ontwerp afgemaakt en je bent al gezien dat het op Linda's arm geplaatst is. En dan gaan we echt beginnen met tatoeëren. Au, dat is een begin. Ja, ik kan een heleboel hebben hoor. Alleen het is inderdaad in het begin gewoon even wennen aan het gevoel. En als je dat toch gewend bent dan... De eerste 5 tot 10 minuten zijn het ergens. Nee, ik had mijn enkel gebroken en ik heb een fysiotherapeut in mijn team zitten. En die had schijnbaar op de breuk gedrukt. En ik gaf een kick. En toen bleek dat het toch keihard gebroken was. Oh, goed. Ja, dat is vervelend. Ben ik klaar voor? Ja, ben ik klaar voor. Oké. Okay. Dan ga ik weer. En? Ja, die gaat goed. Ze lacht nog, dus... Dan kan ik niet meer terug. Nope. Er staat als 1 blaadje op, dus... Maak er ook een bloem van? Nee. We beginnen met de uitlijn. Volgens mij ook wel de eerste hele kleine lijntjes aan kleur. Dus het is niet allemaal zwart nog. Als ik dan mijn naam zo zie staan, ben ik nog steeds wel heel trots op hoor. Ja, dat is een leuke naam. Ja. Een hele unieke naam. Maar ook niet dat je echt is van, huh? Maar... Ja. Ja. Is dat wat? Ik vind het al super tof eigenlijk zo. Met al die lijntjes erop. Ja, schattig. Hij is toch schattig. Dat vind ik bijna het leukste van watervallen. Ik heb ook die watervallerskul gezet, een hele grote. Ook eerst al die lijntjes. Het was zo vet. Ik vond het al bijna jammer dat ik moest inkleuren. Oh, het was ingekleurd en toen dacht ik, ja, is ook wel heel vet.
tof. Leuk. Ja, we zijn de baan. Oh, je was het vieren. Nee, ik begin echt net. Nee hoor. Net met die outline was die echt heel erg schattig. En nu met die kleurtjes, dan wordt het echt, ja, het wordt echt super tof. Ik ben heel benieuwd naar zo meteen het eindresultaat. Jij ook? Ja, het is echt tof. Hoe vind jij het er nu uitzien, liefje? Wat zei je? Hoe vind jij het er nu uitzien? Ik zit vooral qua gevoel dat ik denk, oké, ik ben er een beetje klaar mee. Maar het duurt ook niet. Maar we zijn bijna klaar inderdaad. Ja, ik vind het tof. Ik ben, als het zo meteen geneest, dan veranderen de kleuren vaak ook nog iets, toch? Ja, vooral als die roodheid er zo meteen uit is. Ja, precies, ja. Dus ja, ik ben gewoon vooral benieuwd hoe het dan zo meteen inderdaad geneest. Hoe voelt het? Doet het een beetje pijn? Nou ja, je wordt gewoon gevoeliger, omdat ze dan ook over weer over dezelfde plek iets heen gaat of net naast waar ze is geweest en zo. En ja, het is gewoon een stuk gevoeliger. Dus vandaar dat je op een gegeven moment denkt van, en mijn been geeft even het spasmus als hier iets zeer doet. Alleen de been gaat zo, weet je wel. Maar ja. Het is wel tof. Ja, je ziet er heel tof uit. Ja, heel tof. Zo, we zijn klaar, hè? Tada! Worden scherp. Ja, daar is die. Zo tof. Dat paars staat er heel leuk bij. Het ziet een beetje uit als bloemblaadjes nu. Is wat, het paars bedoel je? Ja. Is het ruim ver in de middag en ik heb om 1 uur mijn sollicitatiegesprek gehad met de ING om dus hopen dat ik een plekje mag krijgen in hun programma, zeg maar. Ik hoe is het gegaan? Ik vind het altijd wat spannend. Ik weet het niet, nooit zo goed. Dan denk ik, ja, wel goed. Het was een leuke vrouw en we hadden een leuk gesprek. Maar je weet natuurlijk niet direct waar ze naar zoeken. Dus meer dan mijn best kan ik niet doen. Ze zei dat ze nog meer gesprekken had. Dus misschien dat ik eind van de middag nog een terugkoppeling krijg vanuit mijn baas. Want zij laat het dan hem weten. En anders is het maandag. Deze jonge dame heeft al geslapen weer na het zwemmen, heeft ze geslapen. En ook na de lunch alweer. Maar ze slaapt heel kort. Ze slaapt maar een uurtje.
Maar het is nu 2:30. We gaan heel eventjes naar de winkel lopen. Want het is vrijdagavond. En ik heb zin om Bailey's te halen. Want ik ben vanavond alleen thuis. Dus kunnen we, terwijl we lekker relaxed op de bank zitten, lekker glaasje Bailey's met wat chipjes. Hallo. Wie is die knapperd? Niet mijn haren. Ik heb mijn haar los, dus ze grijpt gewoon vol mijn haren vast de hele tijd. Dat doet zeer. Zal ik het bij jou doen? Nee, dat vind je ook niet lief en fijn, hè? Nee. Wie is die knapperd? Hallo, kijkers. Oh, doei. Hallo. Oké, goed. Wij gaan even naar de winkel wandelen, denk ik. Het is opeens lekker weer, dus dat is geen straf. Hallo mevrouw. Hi, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Oh zo. Nou, ik weet niet, maar ze lag hier, zeg maar, ergens. Hier zo. Ja, ze begon hier, maar... zeg. Ja, ben je zo trots? Maar is het ook... Zinklem. Het is helemaal trots. Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Nou, zullen we kijken of we er zelf ook maar weer uitkomt. Huh? Nou ja, nou dat dus. Ze wordt steeds bewegelijker en ja. Ze kan er niet eens kruipen of echt tegen. En we hebben nul zoiets van, huh? Hoe kom je daar nou weer? Ja. Ja, nou ja, ze is er erg trots op, hè? Ja, ik vind het wel erg leuk. Goeiedag. Het is zaterdagmiddag ondertussen alweer. Wij zijn onderweg, spontaan idee weer. We zijn wel van de spontane ideeën de laatste tijd. Naar de bioscoop. Vanmorgen was het weer heel vroeg met de Lira. En we stonden allebei een beetje erg chagrijnig op. Dus dat was gewoon... En we waren gewoon moe. We waren er net niet lekker helemaal. En we waren gewoon moe. Ik heb ondercursus gehad vanmorgen met Jentel, wat heel erg leuk ging trouwens. Want ze doet het gewoon best wel heel erg leuk weer. Dus daar knapte ik wel iets van op. En ook, ik ging gewoon niet zo leuk weg. Ik deed een beetje lelijk tegen Richard. Dus toen ik in de auto zat, toen dacht ik op een gegeven moment, nee, dit voelt niet lekker. Ik ga hem even bellen. Dus toen was het weer oké, toch? Oké, gelukkig. En toen hadden we even besproken van, nou, we zijn gewoon moe. En ik denk dat het tijd is dat we weer ook even wat samen gaan doen zonder een Lira. Gewoon even weer erop uit met z'n tweeën. En mijn moeder die gaf aan van, nou, ik kan wel even bij jullie even helpen. Of eigenlijk dat ze zei, je kan de Lira wel even naar ons brengen. En dan kunnen jullie bijvoorbeeld naar de bios. Maar toen gingen we even kijken naar films en zo. En er was nu dus een film vanaf 4:00 tot 7:00. En daarom vond ik het wel fijner als mijn moeder dan naar ons kon komen. En dat kon gelukkig ook. Dus zij is nu thuis bij ons om op een Lira te passen. En haar lekker gewoon eten te geven en zo meteen op bed te leggen. En wij gaan gewoon even lekker naar de bios weer. Opeens een uitje. Lekker even snoepen. Oh, de zon erbij. Heerlijk, de zon. Kom maar door. En gewoon even lekker relaxen. En dan, oh, slecht licht. Sorry hoor. En dan is eigenlijk ook alweer de dag voorbij. Dus ik denk dat dit ook het enige shot is van deze dag van vandaag. En dan zien jullie ons gewoon morgen weer verder. Zo, de Nederlands. Verder weer opnieuw, wou ik zeggen. Goedemorgen, dit is morgen. Het is zondag. Ik heb Lira net fruit gegeven, maar het is ook een keer tijd voor stukjes. Kijken wat ze daarmee doet. Dus we hebben een stukje banaan. Dat is natuurlijk zacht. Dat kan ze zelf opkouwen. Of opkouwen. Pakken en kouwen. Goed zo. Oh, ging die al afbreken? Ja, nou zit die in je slap. Wat doen we daar eens mee? Oh, bijna. Goed, zo. Oh, misschien zijn de stukjes iets te dun. Ze breken wel heel makkelijk af. Zal ik hem voor je geven? Pak hem maar vast in je hand. Hier, in je handje.
hè? Zo. Slikken, banaan. Goed kauwen. Want ik wil proberen dat de leraar meer gaat kauwen. Dus ik dacht, als ze dan gewoon... Inderdaad, soms, maar deze breekt wel heel makkelijk af, merk ik. We hebben iets te dunne stukjes gemaakt. Goed gaan kauwen. Ja, want ze zuigt zo makkelijk op dingen. Kijk. Wacht, even in je wang. Goed kauwen. Dat is gek. Alleen, je hebt al eerder banaan op. Dat vind je lekker. Ja, dat vind je lekker. Je hebt het al eerder op ook. Ga maar pakken. Daar liggen alle stukjes. Dat ene stukje gaat er weer uit. Dit is natuurlijk ook goed voor de fijne motoriek. Oh, nou liggen ze allemaal op tafel. Goed zo. Oh, oeps. Toen ging die weer vallen. Oh nee, je hebt hem nog steeds vast in je hand. Alleen dat had je het niet zelf meer door. Zal ik eens een nieuw stukje geven? Kijk. Die is wat groter, hè? Dus het makkelijker pakken. Goed zo, Alira. Ja, ga maar pakken. Goed. Oh, nou, naar de grond. Oh, nou, meteen in tweeën. Dat is nou wel jammer. Ga deze pakken uit mama's hand. Ja, dat, oh, dat kan ook. Nou, we gaan dus nog even verder oefenen. Je snapt het. Oefening baart kunst, hè, schat? Ja. Maar goed bezig, hoor. Zo, het is zondagmiddag. En we gaan spontaan een keertje lunchen met z'n allen. Want de leraar die heeft lang geslapen. En, oh, nou, dan ging hij naar beneden. Altijd de eerste hap is even wennen, hè? Hoe werkt zoiets ook alweer? Hoe moet ik ook weer kauwen op brood? Ja. Nee, dus even gezellig lunchen eigenlijk met z'n allen. Dat doen we ook niet zo veel. Nee. En verder is het gewoon echt lekker zondag hangdag. Ja. Zometeen gaan we denk ik heel even naar de winkel lopen om een paar kleine dingetjes te halen. Ja. Oh, gaat het? Met die spinnenkaas, het plakt een beetje. Voorzichtig. En ja, verder hebben we eigenlijk helemaal niks op de planning staan. We gaan de zon komt opeens een beetje door nu, dus ik denk dat we zo lekker dus even lopen gaan naar de winkel. Een stukje lopen en het is verder echt gewoon alleen maar een hangdag. Even ook wel eens lekker. Ik ga het laatste stukje van deze vlog editen en dan gooi ik hem alvast in de render. Dus ik denk dat we hem ook afsluiten, of niet? Dat is aan jou, denk ik. Ik zou het niet weten, het is verder niet zo heel boeiend. Ja! Amma, lekker eten. Ik vind dat een beetje vervelend om zo'n saaie dag eigenlijk te filmen. Of is het niet vervelend? Laat het alsjeblieft even weten of jullie dat vervelend vinden, ja of nee. Want voor mijn gevoel heb ik dan zoiets van, ja, we gaan helemaal niks doen. Dus ik heb helemaal niks te filmen. Of dan film ik alweer een shot van de Lira die aan het spelen is. Ja, in hoeverre is dat gewoon niet zo interessant, zeg maar. Ik weet het niet. Verder zit ik even expres met mijn mouw opgestroopt. Mijn tatoeage die heb ik net ingesmeerd. Zo. Hij geneest al heel erg goed. Je ziet bij de zwarte stukjes al de korstjes zeg maar erop zitten. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar het moet ik af en toe even met mijn mouw omhoog. Want dan heb ik hem net ingesmeerd. Moet even drogen natuurlijk. Dus, lekker broodje. Ja, ik sluit de vlog af voor vandaag. Voor deze week moet ik zeggen. Komende week komen er weer een paar. Nou ja, het is vooral spannend dat ik mijn examen dus heb. Donderdag. En verder is het veel leren. Leren gaat niet naar de opvang volgende week. Nee, want de opvang is met vakantie. Ja, want het is herfstvakantie komende week. Of nu dus, zeg maar. Dus Alira die is... iets meer bij de oma's komende week, maar ook wel weer iets meer thuis. Ja. Ja, en verder is vooral het spannendste dus mijn examen donderdag. Dus we gaan kijken of we weer wat leuks kunnen maken volgende week. Maar voor nu, voor deze week, dankjewel weer voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Ja. Doei!